Macro met Mujagic. Edin Mujagic heeft zich gemeld. Goedemiddag. Goedemiddag, Toon. Edin, een recorddaling, zo mogen we het dan ook maar noemen, als je kijkt naar de inflatiecijfers, komt nog maar uit op 11,2%. Nou, en daar mogen we met z'n allen ontzettend blij mee zijn, want het is nog steeds hoog, maar het, als je 11,2 zegt en 16,8 maanden voor, dan valt het toch in de marge reuze mee. En toch? De verklaring vinden wij in de energieprijzen? De verklaring is inderdaad waar we het afgelopen maanden regelmatig over hebben gehad. Je gaat op een gegeven moment hulp krijgen van wiskunde. Energieprijzen die om aanhoudend sterke opwaartse druk op inflatie te hebben, moeten die energieprijzen keer op keer blijven stijgen. Nou, we weten allemaal dat die afgelopen maanden zijn gedaald. En op een gegeven moment, eind van dit jaar, zoals nu blijkt, valt dat statistische effect gunstig uit voor inflatie. En dat zie je nu heel duidelijk. Dat deel van inflatie dat uit de energiehoek komt is gewoon aanmerkelijk lager dan in de afgelopen maanden. Maar de inflatie die resteert, die is wat hardnekkiger, wat wijder verspreid. Als we het over energie hebben, dan moet je eigenlijk onderscheid maken tussen twee klappen die je krijgt als we het over inflatie hebben. De eerste is de directe klap. De olieprijs die stijgt en gas- en stroomprijzen. En de tweede klap komt in een soort slow motion daarachteraan. Want dan gaan die prijzen langzaam maar zeker doorsijpelen naar huishoudens, naar bedrijven. En die geven het dan vervolgens stukje bij beetje door. Dus het eerste effect, wat je heel duidelijk en heel snel merkt, hebben we gezien. Hebben we ook achter de rug nu, weten we. En nu komt dat slow motion effect van energieprijzen als het ware doorheen. Nou, als je die twee bij elkaar doet, dan komt er per saldo neerwaartse druk op de inflatie. Maar inflatie blijft nog steeds hoog en gaat eigenlijk in steeds meer. Gaat steeds duidelijker in steeds meer zaken zitten waar je elke dag mee te maken hebt. Dus je kunt in 2023 eigenlijk een hele rare situatie meemaken. Dat we aan de ene kant in de media lezen dat inflatie ontzettend hard daalt. Maar dat heel veel mensen in Nederland het dan pas echt gaan merken. Want dan gaat het echt duidelijk zitten in de zaken waar je elke dag mee te maken hebt. Bijvoorbeeld het eten. En ook in 2023 zullen wij weer verschillende seizoenen meemaken. Op een gegeven moment ligt de winter achter ons. Ja. Dan hebben we iets minder gas nodig. Maar dan moeten we natuurlijk, dat hebben we wel geleerd, vooruitkijken naar 2023, einde van het jaar 2024. Dan wordt het weer koud. Dus dan moet er weer gas worden gekocht. Ja, je gaat in het voorjaar van 2023 ga je weer tegen die tijd ongetwijfeld lege gasvoorraden moet je weer gaan vullen voor de winter van 2023. Dat hebben we dit jaar ook gedaan. Alleen dit jaar hebben we dat voor een groot deel nog kunnen doen met gas uit Rusland. Maar wel tegen de hoofdprijs, want iedereen wilde op een zeker moment die gasvoorraad zeker weten gevuld te hebben. Dat gas was veel speculatie. Dat gas was er. Dus we hebben die gasvoorraden daarmee gevuld. Nou, één ding weet je zeker. In het voorjaar van volgend jaar heb je die gas uit Rusland niet. Dus dan moet je iets anders gaan bedenken. En je is dan eigenlijk alle Europese landen. Dus die gaan met z'n allen de strijd aan van wie slaagt er het best in. Die gaan natuurlijk proberen ook hun eigen gasverbruik terug te dringen. In Nederland zijn er pogingen die redelijk succesvol lijken. Ja. Al dan niet gedwongen, want bedrijven die afschalen, daar kan je niet van zeggen dat vrijwillig ging. Maar in Nederland werd er tot voor kort 15% van het gas uit Rusland geïmporteerd. Nou, dat moet dus ergens anders vandaan komen. Of je zult het niet meer nodig moeten hebben. Ja. Kijk naar Duitsland. Duitsland heeft, heeft een deal gemaakt met Qatar. Voor de levering van 2 miljoen ton LNG-gas per jaar. Ingaand weliswaar vanaf 2026, maar goed. En dan voor de duur van 15 jaar. Daarmee maak je het wegvallende gas uit Rusland natuurlijk niet goed. Dit schijnt ongeveer 5% daarvan te zijn. Maar het is een behoorlijke stap in de goede richting. Onze Duitsland-correspondent noemde het een kleine grote deal. Het is een kleine grote deal, zeker als je weet dat de Qatarese minister die hierover gaat in een interview heeft gezegd dat zijn land in principe open staat voor levering van zo goed als onbeperkte hoeveelheid gas aan Berlijn. Het is alleen dus de kwestie van met elkaar uitkomen tegen welke prijs. Maar er gebeuren wel dingen met het oog op lange termijn. Neemt niet weg dat je dus in 2023 en 2024 ook nog zit je met het probleem dat de afname van het verbruik van gas is nog niet zodanig dat je hulp uit die hoek krijgt. En je
Je moet dus linksom of rechtsom gas weten te regelen voor dieren. Ja. En moet Nederland of de rest van Europa een voorbeeld nemen aan Duitsland? Dat lijkt mij wel. Want het zijn controversiële deals, hè? De hele wereld kijkt ernaar. Ja, als ik dan even voor de geest haal dat we het feit voor de geest haal dat we jarenlang gas en olie uit Rusland hebben gekregen, dat was ook best controversieel, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, dat kan wel zo zijn. Uiteindelijk heb je te maken met het feit dat een groot deel van je land draait op gas en stroom. Je wilt dat mensen gewoon normaal leven kunnen gaan leiden en dan moet je gewoon deals gaan sluiten. Dat de normale leven leiden, dat kan als de inflatie nog weer verder zakt. Edin, jij wil voor de gelegenheid afsluiten met een quiz. Ik ga hem zo meteen op social media zetten. Je gaat naar apenstaartje Edin Mujagic. We hebben nu dus 17,1% inflatie in september gehad. Oktober 16,8, nu 11,2. Wanneer gaan we, Thomas, door die magische grens van 10 heen? Dus Als het in dit tempo gaat, dan houden we over december, januari of februari. Dan moet het toch wel ongeveer gebeurd zijn, denk ik. Ik heb ook maart even erbij genomen. Oh, maart voor alle zekerheid.